Het is woensdagavond 18 juli 1962 als de leden van de fanfare Apollo al musicerend naar het centrum van Domburg trekken. Daar zijn de dorpsgenoten samengestroomd om de komst van het muziekgezelschap af te wachten. Allemaal op de stoep, mensen. Voorzichtig, oppassen. Daar zijn ze. Maar het zijn niet alleen de leden van Apollo. In hun kielzog de gymvereniging. De Christelijke Jongerenvereniging afdeling Domburg. En de Nederlandse Christen Vrouwenbond. En voor de veiligheid helemaal van achter een dorpsagent. Zo te zien maakt niet iedereen zich druk. De leden van Apollo onderbreken hun rondgang en zetten hier hun beste muzikale beentje voor. Dat maakt bij sommige dorpsgenoten het nodige los. Ter afsluiting geven ze daarna nog een toegift op het voetbalveld. Het betekent het einde van een hele dag filmopname in Domburg. Er is een dorpsfilm gemaakt op initiatief van deze fanfare. Als de film klaar is, mag iedereen komen kijken en de entreegelden zijn bestemd voor Apollo, voor nieuwe uniformen en nieuwe instrumenten. Een speciale filmploeg is die ochtend de straten doorgetrokken om de afzonderlijke dorpsbewoners te filmen. Ze worden uitgenodigd zich te laten zien in hun alledaagse doen. En daar hebben de meesten gehoor aan gegeven, waardoor we na al die jaren een kijkje nemen in het Domburg van 1962. We treffen het vandaag. Mooi weer, veel mensen op de been en iedereen goed geluimd. Zoals hier Jos Borgers, de timmerman. Veel mensen die buiten aan het klussen zijn of zomaar wat zitten. Of op het gemakje een boodschappen doen. Winkels zijn er volop. Groenteboer van der Wellen in de Weverijstraat. Met zijn dochter Maatje. Op de hoek van deze straat Willem Geldof en zijn vrouw. In een voor die tijd moderne zelfbedieningswinkel. Zeker in de zomer een drukke zaak dankzij de vele badgasten. Sina Kleine Pier is winkelmeisje. Helemaal van onder klompen voor de dorpelingen en in de schappen voor ieder wat wils. Ze beheert ook de afdeling vleeswaar. Op de hoek van de Weststraat en de Stationsstraat de zaak van Akkerdaas. Hier moet je zijn voor allerlei huishoudelijke spullen. Met het oog op de badgasten hebben ze ook een ruime sortering strand en andere typische zomerse artikelen. Leuntje de Visser heeft zin in een fraaie zonnehoed. Pas nieuw dat jaar is de wascombinatie. Een wasmachine met aangebouwde centrifuge. Adrie Akkerdaas demonstreert hem graag. Een handige houten knijper om de was uit de machine in de centrifuge te laden. Vrouw Provoost van de buschauffeur is toe aan een nieuw tafellaken en laat zich voorlichten door Toos Akkerdaas, de vrouw van de baas. In 1962 wonen er in Domburg nog heel wat vrouwen in klederdracht, de Walgense klederdracht. Zoals mevrouw Minderhout Roelsen en mevrouw van der Wellen uit de Weverijstraat. In het straatbeeld van die tijd heel alledaags die fraai geklede vrouwen. En het zijn niet uitsluitend bejaarden die we dan wel gemutst op straat tegenkomen. Een mooi plaatje van deze twee vrouwen. Rechts mevrouw van der Wellen. In de wandelwagen Arnoud Carlier met zijn oma mevrouw Carlier. Genietend van de zomerzon. Leus Roelsen heeft een bodendienst. Hij bezorgt bij iedereen goederen die van ver moeten komen. Ook geen onbekende in het Domburgse straatbeeld is Jan Passenier. Hij draagt zorg voor het huisvuil van de dorpelingen. In de zomer extra druk. Hij krijgt ook al het afval van de badgasten te verwerken. En die zijn er in 1962 volop. Net zo vertrouwd in het straatbeeld als de vrouwen in klederdracht. Heel wat Domburgers hebben hun bestaan te danken aan die badgasten. Wat te denken van deze ijskoman Kees Schoneboom. Vroeger eigenaar van café-restaurant De Rode Leeuw. Hij heeft een ijsje verkocht aan Ko Vermeulen. Bij hem moet je zijn als je een eindje op een paard over het strand wil rijden.
De Stichting Badplaats Belangen Domburg stelt alles in het werk om de badgasten het zo aangenaam mogelijk te maken. Ze heeft een aantal badmannen in dienst die waken over het welzijn van de strandgangers. Bram van der Hagen, hij is badman. Zijn collega, altijd alert op allerlei risico's. Jan Maas is hoofdbadman. Kay Bas, de vrouw van zijn collega Lau Maas, regelmatig op het strand te vinden. Voor zoveel serviceverlening moet er wel geld zijn natuurlijk. Dat betalen de badgasten zelf, want als je hier naar het strand wilt, betaal je als volwassene 2 kwartjes en als kind 1 kwartje. Een windscherm huur je voor 1 gulden. Terug naar het dorp, naar de dorpelingen in hun gewone doen. Lekker in de schaduw, Simon Bimmel in de Weststraat. Daar gluren we ook even binnen bij kapper Daan van der Wekke. Buiten komen we Marilou Krommeling tegen. Rechts, in donker pak, is haar vader, de burgemeester van Domburg. Met zijn ambtenaren plannen aan het maken voor een grotere Domburg. Hij woont met zijn gezin hier aan de Domburgse weg, de weg van Oostkapelle naar Domburg. Met onder meer de Villa Loverendalen en het Badhotel. Vanaf de Domburgse weg het dorp weer in. Het Groentje. Links Kees Lauwersen, naast hem Simon Bimmel. Een badgast met een bolus. In het midden Giuseppe Sala. Hij introduceerde in Zeeland het Italiaanse ijs. De Ooststraat. Toerisme in de vroege jaren 60. Café-restaurant De Rode Leeuw. Nel Goedhart, de eigenaar van de zaak. Het personeel met links Henk Goedhart. Vaak een militair outfit. Hij vocht in Korea. Nee, Schoonenberg Vreken. Met haar man, de vorige eigenaren van De Rode Leeuw. Hij verkoopt nu ijs op het strand. De eigenaar van De Rode Leeuw heeft de filmer flink wat betaald, dus wordt de zaak langdurig gefilmd. Dat heeft Lijn Akkerdaas ook gedaan. Vanuit de Stationsstraat hebben we zicht op zijn zaak in de Weststraat. Een veelzijdig ondernemer. Bij hem moet je zijn voor benzine, auto's, fietsen en brommers en motoren. En ook voor flessen butagas. Dat bezorgt hij in dit karretje. Daar links Rina Akkerdaas, de vrouw van Lijn. Ze hebben hier ook een winkel in huishoudelijke artikelen. Marie de Ligny toont interesse voor een nieuwe plastic emmer. Badgasten kunnen hier hun fiets ook stallen bij Lijn of laten repareren als het nodig is. En als ze helemaal geen fiets hebben, kunnen ze altijd nog met de taxi van Lijn, die hier door zijn vrouw Rina toonbaar gemaakt wordt. Vooral hun geldzaken kunnen de Domburgers terecht in de Schuitvlotstraat. Daar staat hun bank. En jong en oud kunnen hier terecht om hun geld te halen of te brengen. Je gespaarde geld naar de bank brengen. Kent u het nog? Kees Minderhout is bankdirecteur. Hij toont ons welwillend waar het geld van al die Domburgers wordt bewaard. En waar ze hun persoonlijke schatten veilig kunnen opbergen. Met de filmer verder het dorp door, de Schuitvlotstraat. Vrouw Franke bezig met de bovenboel. Marianne de Voogd. Piet Verhagen. In de Voorschotenstraat Pietje Maas. Zomerse gezelligheid. Lijntje Bimmel met de voorbereidingen voor de warme hap. Aardappelen die ze wellicht heeft gekocht bij groenteboer Willem de Voogd, die we verderop in de straat tegenkomen. In de Kisteloosstraat staat dan sinds kort een nieuw schoolgebouw,
waarin de christelijke en de openbare samen onderdak hebben. Rechts Rineke Roelsen. De filmer neemt ons die dag ook mee naar het platteland. Net buiten het dorp dat wel bij Domburg hoort. Kees Minderhout voorziet de mensen hier dagelijks van vers brood. Richting Aagtekerken bij de Roosjesweg. Daar zien we Leuntje de Visser. De koeien bij elkaar drijven. Melktijd. Samen met haar broer Laus de Visser gaat ze twee keer per dag de wei in om deze klus te klaren. Nog één keer terug naar het dorp waar genoten wordt van het zomerse weer. Een beetje kletsen, een terrasje met versnapering of zomaar in de tuin terwijl het wasgoed lekker droogt. Domburg 1962, een dorp waar genoten werd.